Het zijn bizarre beelden. Te zien is hoe een man uit de auto stapt, de kettingzaag op de voordeur zet en die van boven naar beneden doorzaagt. Daarna gaat hij er vandoor. Het duurt nog geen 30 seconden. De beelden worden onder meer bij NH Nieuws vertoond. Meerdere mensen herkennen Erwin van D. uit Grotebroek. Ach, dan weten we, de rechtbank. Vandaag moest hij voor de rechter verschijnen. Volgens Van D. zou hij tot zijn daad zijn gedwongen door een man die nog geld te goed had van iemand anders. Namelijk een medewerker van slachtoffer Sydney Simonis. En omdat die medewerker nog loon te goed had, werd Van D. naar eigen zeggen bedreigd als hij niet meewerkte. Je kunt meewerken of tegenwerken, maar dan word je niet meerjarig. Ik weet ook waar je ex en kinderen wonen. Ik was in die periode geestelijk niet zo sterk. Ik had het nooit moeten doen. Ik had naar de politie moeten gaan na dit voorstel. Het slachtoffer, dat niet voor camera wil reageren, laat weten verbijsterd te zijn over de achtergrond van het verhaal. Volgens Simonis was de medewerker al betaald en roept de rechtszaak veel nieuwe vragen op. Tegen Van D. wordt uiteindelijk 15 maanden cel geëist, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Naast het kettingzaagincident wordt hij ook verdacht van een autobrand in Grotebroek en het vernielen van een tuin. Volgens deskundigen leidt de man aan een stoornis. Hij heeft een geschiedenis van psychische problemen en is de kans op herhaling groot. Daarom moet hij volgens het OM verplicht worden behandeld en worden opgenomen in een traject voor begeleid wonen. De uitspraak is op 7 september.